Nou, dat is eigenlijk ontstaan in juni van vorig jaar, van 2022. Want we waren toen gezamenlijk op Aruba in gesprek. En we hadden inmiddels de wet met z'n allen ingediend. Hè. Dus bij alle staten en bij het Nederlands parlement, bij de Tweede Kamer, was die COHO-wet ingediend. En eigenlijk constateerden we daar ter plekke vanuit alle parlementen dat er grote vragen waren bij deze wet en de wenselijkheid daarvan. En toen kwamen we eigenlijk nadat we daar, nou ik denk dat we een ruime dag met elkaar over gediscussieerd hebben, achter, ja kijk, wat we beogen met elkaar, dat staat boven water. We willen heel graag dat alle eilanden sterker worden. Sterker worden om niet alleen maar een sterke economie te hebben, maar ook om te zorgen dat er gaan worden geïnvesteerd in onderwijs, in armoede enzovoort enzovoort enzovoort. Dat willen we allemaal. Wat we ook allemaal willen is samenwerken. En eigenlijk, we waren toen al aan de slag met de zogenaamde tijdelijke werkorganisatie, zeiden we ook, die manier van werken bevalt ons eigenlijk ook heel goed. Maar dat construct van die wet, dat knelt ons. Onze parlementen gaan daar nooit ja tegen zeggen. Dus laten we een andere vorm kiezen. En daarbij heb ik eigenlijk gezegd, toen we de discussie hadden en de landen zeiden, laten wij nou een voorstel maken. Toen heb ik gezegd, nou dat lijkt me een ontzettend goed idee. Overigens hebben we vrij snel, nadat jullie daar een eerste voorzet voor gedaan, zijn we ook weer aan tafel gaan zitten en hebben dat uiteindelijk gezamenlijk op Sint Maarten afgerond aan het begin van dit jaar. Ja, dus we hebben niets veranderd aan de doelstelling van de wet die we hadden, is omgezet in een onderregeling met dezelfde doelstelling. Namelijk het zorgen dat de economieën van de eilanden sterker worden en dat er ruimte is, financieel ook gezien, om te investeren in nou, bijvoorbeeld onderwijs, armoede, maar ook in andere thema's. We hebben alleen gezegd dat onze werkwijze anders wordt. Dus niet meer via een rijkswet en een orgaan dat toezicht houdt, maar een gemeenschappelijk traject en een gemeenschappelijke organisatie die zorgt voor de ondersteuning en helpt bij de uitvoering en die ook helpt bij de financiering daar waar dat nodig is. Maar eigenlijk zijn dat de twee grootste dingen. Dus er is geen Rijkswet meer, geen consensus Rijkswet. We werken met een ander juridisch construct, namelijk een onderlinge regeling die ons allemaal ook bindt. Het tweede is dat we niet meer werken bij dat COHO-orgaan, maar dat we werken met een samenwerkingsverband dat TWO heet. En inmiddels dan ook niet meer tijdelijke werkorganisatie, maar de organisatie die de ondersteuning verzorgt en die helpt bij het uitvoeren van de hervormingen. Inhoudelijk gezien blijft dus ook alles hetzelfde. We werken met diezelfde landspakketten en ook de uitgangspunten die daarin zijn opgenomen. Ja, dank u wel.